Op welk thema van slim, schoon en sociaal moeten we als Han, wat jou betreft, focussen de komende periode en waarom? Op sociaal. Ik denk dat we een heleboel kunnen betekenen voor de wijk waarin we staan. Dat we een heleboel kunnen betekenen voor de kinderen in Arnhem, in Nijmegen. Zeker als we kijken naar de armoede, als we kijken naar diversiteit, inclusiviteit. Ik denk dat onze studenten het verschil kunnen maken voor kinderen. En ik denk dat we dat te doen hebben. Ik denk op schoon. En daarbij een beetje sociaal. En dat komt omdat ik in ons koersbeeld vooral hoor over duurzaamheid. Maar ik vind eigenlijk duurzaamheid nog niet ver genoeg gaan. En ik zou het meer willen hebben over circulair bij design. Dus dat er al bij de ontwerpfase wordt nagedacht over dat het weer allemaal terug de natuur in kan. En dat er eigenlijk dus geen afvalstoffen overblijven. En ik denk dat we eigenlijk pas klaar zijn met dit gedeelte bij de hand als we niet meer over afval praten. Nou, ik denk dat sociaal een heel mooi thema is om ons op te focussen. Maar dan niet alleen gericht op de buitenwereld, dus op de samenwerking die we als Han aangaan, maar ook intern. Laten we ook als Han een sociale plek zijn voor onze medewerkers, onze collega's en voor de studenten. En daar mag voor mij betreft wel wat meer aandacht voor zijn de komende periode. Zodat we ook laten zien, dus practice what you preach, wat we belangrijk vinden door bij onszelf te beginnen.